Ik denk wat ik miste in mijn andere liedjes is dat het concept niet vanuit mij kwam. Hey, ik ben Teske en het komende jaar gaan mijn zus en haar vriend mij maandelijks volgen in mijn leven als YouTuber, blogger en het allerspannendste zangeres. In deze serie zie je wat voor avonturen ik beleef. Ja, ik probeer elke dag te spelen. Maar ik merk wel dat als het dan niet lukt, dat ik dan gefrustreerd raak. En mijn vingers zijn een beetje, zeg maar, de afgelopen 3 dagen zijn mijn vingers een beetje opgezwollen. Maar daar moet ik gewoon doorheen, want ik moet gewoon eelt krijgen. Maar soms is het frustrerend, dan lukken dingen niet. Maar het is ook wel weer leuk, want ik zie wel heel erg vooruitgang. Dus nu in een span van 3 dagen ben ik van dit naar dit gegaan. Nu gaat het natuurlijk nooit lukken, maar... Vandaag ga ik opnemen met Rutger. Voor zijn kanaal en voor mijn kanaal. Nou ja, dat is best wel heel leuk. Want video's maken met anderen, dat is altijd wel veel gezellig. En vaak een hele leuke uitkomst. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik doe eerst dan altijd... ik zing vandaag met Teske. En dan doe je jee. En dan komt er zo'n... Je intro, ja. Het kost veel tijd, zeg maar, om te leren. En dat is echt dat ik denk van, ik ben nu dit en nu heb ik echt gewoon me voorgenomen van, ik ga elke dag spelen. Maar wil je allebei leren? Wil je gitaar en of alle drie? Nee, eigenlijk is ukulele gewoon nu mijn doel. Ja. En ik heb deze mic gekocht en ik dacht van, ik wil zo graag gewoon eigenlijk gewoon thuis dingen gaan opnemen, weet je wel. Ja. Super chill als ik dat zelf gewoon kan en ook weet hoe ik het, zeg maar, moet nabewerken en hoe ik die gitaar in moet doen en zo. Ja. Ik denk dat ik in het begin nog niet helemaal door had waar ik mee bezig was eigenlijk. Ja. Ik vond het allemaal zo'n groot avontuur om opeens met muziek bezig te gaan, dat ik het allemaal maar op me af liet komen. En toen vond ik het wel ook al super leuk, maar ik kreeg wel steeds meer het idee van, ja, ik moet echt gaan werken aan iets wat heel erg eigen voelt. These marks I crave upon your flesh are indeed what makes me love you. Ik was natuurlijk super blij met hoe goed Rewritten ging, maar ik heb wel het gevoel dat die liedjes die ik heb uitgebracht nog niet helemaal mij zijn. Ik denk wel dat ik nu meer bezig ben met iets wat bij mij past, maar dat werkt ook gewoon meer op die manier, omdat het nu meer vanuit mij komt. Een tijdje terug heb ik een studio sessie gedaan met Twan van de Opposites. Ja. Yeah. We hebben een liedje geschreven. Vind je het leuk om die te horen? Ja. Maar goed, wat gaan we doen vandaag? Ja, ik dacht even kijken of we iets moois kunnen maken. Want dit is voor Nederlandstalig, toch? Ik denk dat Nederlandstalig dat dan wel een beetje mijn ding moet gaan worden. Vroeger dacht ik dat het niet was voorbestemd. Als jij al bij me bent en ik ben niet weggelegd, geef ik me aan jou. Ik jouw staaltje hoor, ik ga nog even een beetje. Het klinkt heel tof dit. Ja, toch? Ja, zeker. Zullen we wat nieuws maken gewoon? Ja. Kijk, dat kan nog precies zo spelen als die eerste van het eerste. Zeker denk ik over wat ik kan. Het is best wel moeilijk, want als je schrijfsessies gaat doen, dat is echt zo kwetsbaar opeens. Want je gaat een liedje schrijven. Ik wil geen oppervlakkig liedje schrijven, dus daar komen emoties bij kijken. En dan eigenlijk iemand die je pas net hebt ontmoet, moet je opeens helemaal bij blootgeven. En dat is best wel lastig soms. En bij de ene persoon gaat het beter dan bij de ander. Thank you.
iedereen helemaal silent. Yes. Heel cool. Thanks. Echt heel leuk. Ja, en mooi. Als ik deze weer hoor, dan wil ik hem echt zo snel mogelijk uitbrengen gewoon. Ja, ik denk dat het eerste doel dat ik voor ogen heb, is gewoon die EP uitbrengen. En daarna een album. Of gelijk een album. Kan ook. Ligt aan hoeveel leuke mooie liedjes er worden geschreven in de komende tijd. Ik word gewoon steeds een heel klein beetje assertiever. Terwijl ik voorheen nog heel vaak dacht van ja, maar ja, weet je wel, zij zijn de professionals. Misschien weet ik het wel niet goed genoeg. Maar nu denk ik steeds meer van ja, maar ja, het is mijn muziek en ik wil dat het een bepaalde kant op gaat. En dat is misschien niet iedereen smaak, maar wel die van mij. We hebben het opgenomen. Jullie gaan binnenkort zien waar dit voor is. Wordt leuk en ik hou jullie op de hoogte. Bij ons, Mike, de vlog is niet afgelopen.